Jouw omgeving is ontstaan in 2010 vanuit de vraag die we kregen vanuit 3 zorginstellingen. Zij wilden weten hoe ze betere zorg konden leveren die dichter stond bij hun cliënten. En hoe ze cliënten ook veel meer zelf de mogelijkheid konden geven om met hun hulp aan de slag te gaan. Nou, met hen hebben we de eerste versie van jouw omgeving gebouwd. Dat werkte eigenlijk zo goed dat later het expertise netwerk kinderjeugdpsychiatrie, 7 grote jeugd GGZ instellingen ook aan zijn gesloten. En met deze groep instellingen hebben we jouw omgeving verder op- en uitgebouwd. Wat belangrijk was bij het op- en uitbouwen is dat techniek voor ons altijd een middel is geweest en geen doel. We zijn er heel erg goed in en we bouwen prachtige dingen. Alleen het einddoel is om die cliënt echt zelf meer eigen regie te geven en om te zorgen dat hij zelf met zijn hulp aan de slag kan. Die aanpak die werkt heel goed en wat leuk is dat wij van deze kleine groep eigenlijk steeds verder uit zijn gebouwd. En dat we ondertussen met meer dan 25 instellingen verspreid door heel Nederland werken. Al jaren is het een grote wens om het netwerk te betrekken bij de dienst, bij de hulpverlening. Dat was voorheen vrij ingewikkeld en met jouw omgeving is dat eigenlijk heel gemakkelijk geworden. Je kunt heel makkelijk familieleden of andere betrokkenen uitnodigen binnen jouw omgeving om mee te doen op een bepaald stuk in de dienst of hulpverlening. Voor de zorgprofessional is het heel fijn dat alles op één plek gebeurt. Dus zowel rapporteren als communiceren, een stuk tijd schrijven, werken aan modules. Eén plek, één inlog. Heel gemakkelijk. De cliënt is eigenlijk erg positief over jouw omgeving. Verschillende reacties gekregen. Ik zal er een aantal voorlezen. Als ik me rot voel, kan ik meteen mijn verhaal kwijt of een berichtje tikken. Dat lucht altijd op. En als ik iets lastig vind om te vragen of te vertellen aan mijn begeleider, dan praat ik liever online met haar. Nou, een andere reactie was, het is altijd dichtbij. Wat een gemak. Ik ben blij dat ze het platform hebben bedacht. Een van de leuke nieuwe dingen die we nu ook hebben en waar we ook heel erg trots op zijn, is de Jouw Omgeving app. Dat is fantastisch, want nu heb je jouw omgeving eigenlijk altijd in je broekzak. En kan je altijd op jouw moment, op jouw plek, kan je aan jouw hulp werken. Ik heb hem hier bijvoorbeeld op mijn telefoon staan. Als ik hier inlog, dan kan ik hier berichten uitwisselen met mijn hulpverlener, behandelaar, maar bijvoorbeeld ook met vrienden, familie, mensen die dichtbij mij staan. Allemaal beveiligd. Hij geeft ook push-notificaties, zodat je precies weet als er iets in jouw omgeving gebeurt. En zoals je het niet vergeet, als je bijvoorbeeld een formulier of iets anders in moet vullen. Dit zijn de eerste apps en daarna zijn we bezig met 2 andere. En dat is het begin eigenlijk van een hele familie van jouw omgeving behandelapps.